Er is opgeschaald naar grip 1, dus zodat er gecoördineerd samengewerkt kan worden binnen de hulpdienst. En dat was voornamelijk omdat de rook zorgde voor veel overlast in de wijk. Die ging over de wijk heen en daarmee wilden we ervoor zorgen dat we daar volop op konden inzetten, zodat mensen veilig in hun huis bleven. We hebben inderdaad woningen tegenover die zijn leeggehaald, zodat mensen in ieder geval veilig waren. Een aantal mensen zijn ook even door ambulancepersoneel nagekeken. Maar verder gelukkig geen ernstige slachtoffers. Nou, bij de rook komen altijd gevaarlijke stoffen vrij. Dus daarom ook ons verzoek om ramen en deuren gesloten te houden. Niet naar de brand toe te komen en je zo te beschermen voor de rook. Ja, de rietdekkersploeg die heeft inderdaad geholpen om het rieten dak te blussen. En dat specialisme is uit Elst gekomen van onze collega's uit de andere regio. En daar zijn we heel blij mee dat we zo samen die brand konden bestrijden.